Februari is natuurlijk de maand van de liefde. En echte liefde, dat is er zijn in goede en kwade dagen. Als je aan een relatie begint, dan denk je vaak niet aan ziekte. De kracht van goede zorg ligt in de mensen die het geven. Zonder liefde kun je niet leven, hè? Schat, I love you. Hallo, welkom bij Samana TV, ons maandelijks programma over zorgen voor elkaar en zorgen voor jezelf. Vandaag hebben we het over hoe we beter kunnen omgaan met mensen met dementie. En hoe je een relatie goed houdt waarin een van de partners langdurig of chronisch ziek is. Maar eerst even over de kleffe liefde. Want binnenkort is het Valentijn en dan vliegen de etentjes bij kaarslicht en de rozen en de pralines ons weer om de oren. Nu, wij doen aan die commercie niet mee, maar we vroegen ons wel af wat onze kijkers het mooiste vinden aan de liefde. De mooiste aan de liefde? Goh. Moeilijke vraag. Wat is het mooiste van de liefde? Oh, God. Alles eigenlijk. Zonder liefde kun je niet leven, hè. Dat is sowieso is dat. Ja. Het graag gezien zijn. Samen dingen doen. De onvoorwaardelijkheid toch wel, daar geloof ik in. Het respect. De warmte. Op elkaar kunnen rekenen, met elkaar rekening houden en met vooral elkaar heel graag zien. Dat je bij elkaar terecht kunt en dat je er zijn voor elkaar. Mekander begrijpen. Heel veel knuffelen. Ik ben een knuffelaar. Het schoonste van de liefde is eigenlijk de dankbaarheid. Dat mensen zo elkaar soulmate zijn en dat ze echt van elkaar houden. Trouw zijn. Dat je bij de een en dezelfde man bent en bent gebleven en er nog altijd verliefd op bent. Dat is ook iets dat moet ook niet te ver gaan zoeken. Hè. De liefde wordt zo omschreven, daar wordt zoveel rond gedaan. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Hè. Elkaar graag zien, zorgen voor elkaar, er zijn voor elkaar. De kriebels in de buik die je soms nog mag voelen. Met mijn man wakker worden. En alle twee zeggen van goeiemorgen en dan de dag tegemoet komen. Samen het leven trotseren. Dat we alles tegen elkaar kunnen vertellen. De verdraagzaamheid, het contact tussen de personen. Om dingen samen te doen, om elkaar te helpen. En dan om samen dingen te realiseren, zoals ons gezinnetje stichten. Ik word daar even stil van. En misschien is dat ook wel gewoon dat ik wil zeggen. Ja, iemand zei, liefde is zorgen voor elkaar en soms betekent dat ook zorgen voor iemand met dementie. En de levenskwaliteit van die mensen met dementie, die kunnen wij als samenleving nog een stuk verbeteren. Zo denkt alleszins mijn eerste gast erover. Graag een applaus voor zorgvernieuwer Teun Toebes. Dag Teun, welkom. Fijn er te zijn. Ja, bedankt om van Nederland helemaal tot hier te rijden. Met liefde. Ah, ja. Dat is mooi, dat is mooi. We leerden jou in 2021 kennen, omdat je toen als zorgverlener besloot om in een rusthuis voor mensen met dementie te gaan wonen. Er gewoon bij in te trekken. Ja, waarom deed je dat? Ik had mijn opleiding tot verpleegkundige afgerond en ik werkte in een verpleeghuis en ik kwam in een moreel dilemma, omdat ik werkte in een systeem waar ik zelf niet in wilde wonen. Mm-hmm. En ik maak me veel zorgen over de toekomst van mensen met dementie. Ook ik als jongere heb een kans van 1 op 5 om met dementie te maken te krijgen in mijn leven. Ja. Dus ik vroeg me af. Ik als vrouw de kans van 1 op 3. Ja. Dus dit kunnen wij zijn over zoveel jaar. Absoluut. Ja. En dat besef, dat liet me ook nadenken over mijn eigen toekomst. Wat maakte dat ik in een woonzorgcentrum ben gaan wonen. Ja. En in een woonzorgcentrum, door samen te leven met mensen met dementie, kon ik van hen leren door naar hen te luisteren. En juist dat luisteren naar mensen met dementie, dat is wat we niet meer gewend zijn. En in totaal heb ik zo'n 3,5 jaar op de gesloten afdeling van een woonzorgcentrum gewoond. Nu, je vergelijkt de dementieafdeling met een totalitair regime waar alles gefocust is op controle en veiligheid. Ja. Dus, waarom? Ja, klopt. En dat is niet omdat er geen mensen werken die vanuit liefde daar aanwezig zijn. Mm-hmm. Alleen
Ons huidige systeem in de woonzorgcentra, dat is het gevolg van onze cultuur. En dat is een cultuur die zich focust op de controle en de veiligheid. Ja. Dus doordat we willen dat er nul risico's zijn, is op dit moment ook het leven vaak nul in de woonzorgcentra. Kan je eens een voorbeeld geven van hoe het er dan uitziet? Als ik kijk naar de plek waar ik woonde, dan was dat een omgeving waarbij de deuren op slot zaten. Met inderdaad plastic planten, met verdikkingsmiddel als mensen zich konden verslikken. Of proteïnedrankjes als mensen bijvoorbeeld een dag niet aten. Mm-hmm. Of rolstoelen als mensen de kans hadden om te vallen. En dan gaat het er niet om dat al die hulpmiddelen verkeerd zijn. Het gaat erom dat we die hulpmiddelen automatisch inzetten vanuit de aanname dat dat is wat mensen nodig hebben. Ja. Terwijl als je naar mensen met dementie luistert en je vraagt wat is je behoefte, wat wil je graag, dan is dat iets heel anders dan hoe ons systeem op dit moment is georganiseerd. Ja. We moeten accepteren als samenleving dat ook het leven van iemand met dementie gepaard gaat met risico's. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Want sommige mensen met dementie kunnen de afdeling wel eens verlaten, hè, uit mm-hmm. verwardheid. Of je hebt maar zoveel zorgverleners op dit moment. Hè, de zorg ja. ervaart een nijpend tekort. Ik begrijp al waar je naartoe wil. Ja, ja, dat denk ja. ik dan meteen. Je zal er maar achteraan hollen ja. en zien dat je te laat bent of je hebt iets ja. niet gezien. Ja, en dat... ik begrijp je gedachte en dit komt ook heel erg vanuit een goede intentie. Mm. Alleen goede intenties alleen draagt niet bij aan kwaliteit van leven. Okay. En kwaliteit van leven, dat is het uitgangspunt. Dat betekent dat we risico's moeten accepteren die we in ons eigen leven misschien niet accepteren. Mm-hmm. Maar dat is altijd op de persoon gericht. De weerstand in verandering die komt ja. vaak vanuit de gedachte dat we altijd meer nodig hebben. We hebben meer personeel nodig, we hebben overal meer van nodig en dan verandert het systeem. Maar het gaat ook over de organisatie van ons zorgsysteem. En wij zien heel veel als zorg, wat eigenlijk in andere landen niet zozeer zorg is, maar veel meer een onderdeel van dat samenleven. Oké, okay, want nu wordt het interessant, want je bent dat eens gaan uitzoeken. Je dacht van hier moet ik echt eens mee verder gaan. Je hebt besloten om met filmmaker Jonathan de Jong, een vriend ja. van jou? Of... Ja, een ja? vriend en filmmaker, ja. Vriend en filmmaker, een documentaire te maken. Wat hebben jullie onderzocht? We zijn op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden hoe het anders kan. Want dat we een uitdaging hebben in onze samenleving, dat is duidelijk. Mm-hmm. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben met meer dan 35 landen gesproken. En uiteindelijk hebben wij 11 landen bezocht in 4 verschillende continenten om overal te leren van mensen met dementie, ja. Door met hen samen te leven. Dus van het ene land, bijvoorbeeld Zuid-Korea, heel erg te focussen op de preventie van dementie, waar we in Zuid-Afrika echt meeleefden met mensen in de townships. Waar het community, het gemeenschapsgevoel heel centraal stond. Tot ook in België, waar we een aantal huizen hebben bezocht. En we ook echt verrast zijn over de mooie voorbeelden die er zijn. Okay. Al is het nog wel vaak de uitzondering op de regel. Dus het is aan ons als samenleving om die verandering die zo hard nodig is door te zetten en van die uitzondering de standaard te maken. Ik ben eens heel benieuwd wat je over België hebt ontdekt. Maar het is wel echt... En dat wil ik echt even meegeven. Het is een prachtige en hartverwarmende documentaire geworden. Human Fever. Op 19... Forever. Fever. Yeah. Fever is iets anders. Ja, dat is kort. Ja. 19 februari gaat hij in première in de Koningin Elisabethzaal. En laat ons eens heel even naar de trailer kijken. Mijn naam is Steun. Ik ben 24, kerngezond en woon op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Waarom? Ik ben 24, maar niet heel mijn leven. Daarom ga ik nu op zoek naar antwoorden voor later. In een reis van 3 jaar door 11 landen en 4 continenten kijk ik hoe wij in de wereld omgaan met dementie en de mensen die hiermee moeten leven. En hoe kunnen wij de samenleving in de toekomst inrichten voor de mensen die onze aandacht zo hard nodig hebben, maar die wij zo vaak vergeten. Iedereen, ondanks leeftijd of diagnose, heeft toch hetzelfde recht op een goed leven. Ja, ben je toch helemaal niet meer van enig nut. Heeft u dat gevoel? Ja. En dat is toch ook zo? Wat voor nut heeft ze nou nog als ik leef? Prachtig, zeker blijven hangen, want ik ga daar zo dadelijk tickets voor weggeven. Maar Teun, je zei daarnet, je bent België ook gaan bezoeken.
En? In veel landen waar we kwamen, dat was ook de eerste reactie in België, wat komen jullie als Nederlanders bij ons doen? Ja, jullie Want zijn jullie altijd hebben het gidsland. Toch zo'n goede zorg en jullie zijn het voorbeeld. Terwijl ik denk dat het ook misschien het probleem is, want wij hebben inderdaad goede kwaliteit van zorg. Maar kwaliteit van zorg is niet het doel. Het doel zou moeten zijn kwaliteit van leven. En goede zorg is cruciaal om kwaliteit van leven te kunnen faciliteren. En kan je zo eens een paar voorbeelden geven van... Ja, wat zou er bijvoorbeeld al anders kunnen? Wat is voor jou een goede tip van hou daar eens rekening mee? Het allerbelangrijkste is de manier waarop wij naar mensen met dementie kijken. Mm. Op het moment dat je de diagnose krijgt, dan laat de omgeving je steeds meer vallen. En uiteindelijk heb je één of twee vaste mantelzorgers over. Maar je wereld wordt heel klein. Dat is een pijn, een uitsluiting die veel mensen met dementie ervaren. Dat hebben ze ook verteld, zowel in Nederland als in België of in andere landen. Maar die pijn die komt niet vanuit de ziekte. Die komt vanuit de manier waarop wij als samenleving met mensen met dementie omgaan. En het hoopvolle is, dat is iets wat we kunnen veranderen. Dat zit in onze cultuur. En dat zagen we bijvoorbeeld in een OCMW, in Dendermonde. Een OCMW is, wat ik me heb laten vertellen, nou niet de plek waar je naar uitkijkt om naartoe te gaan. Nee. Dus, maar daarbinnen ontdekte ik, hier is iets bijzonders aan de hand. Daar leerde ik dat de kracht van goede zorg ligt in de mensen die het geven. En daar hebben ze jarenlang gewerkt aan een cultuurverandering om te zorgen dat ze veel persoonsgerichter met mensen omgaan. Dus bijvoorbeeld ook geen kalmerende medicatie geven. Iedere keer opnieuw kijken hoe kunnen wij aansluiten bij mensen in plaats van dat zij aansluiten bij ons. Zonder meer zorgverleners in te schakelen. Exact. Ja. En zeker niet alleen medische zorgverleners. Dus we hebben juist mensen nodig die zich met hart en ziel inzetten voor mensen met dementie. Dat hart, dat blijft altijd. En die zorg, dat is een onderdeel van het leven. Ja. Maar dat mag niet het einddoel zijn. Nee. Dat is heel erg boeiend. En ik kan je vertellen, de documentaire van Teun en Jonathan, dat is een aanrader. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe. Vanaf 21 februari speelt Human Forever in de zalen. Maar voor de première mag ik dus 20 duo-tickets weggeven. En die vindt plaats op maandagavond, die première. 19 februari in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dus als je kan, surf dan naar de site van Samana TV en laat daar je gegevens achter. Teun, dank je wel. Zet je missie verder, want ze is heel erg belangrijk. Geef hem een warm applaus. Teun Toebes. Dank je wel. En nu wil ik je voorstellen aan Jo met twee H's. Jo staat voor Jonge Helpende Handen. En met Jo Trofee Switch wil Samana jongeren laten voelen hoe het is om hulpbehoevend te zijn, met dementie te leven of in een rolstoel te zitten. Kijk maar mee. Super tof dat jullie hier allemaal zo talrijk aanwezig zijn. Jullie zijn de nieuwe generatie van hulpverleners, want jullie doen orthopedagogie. En we zijn hier vandaag ook in functie van de zorg, in functie van de Jo-trofee. Heeft iemand daar al iets van gehoord? Het betekent jonge helpende handen. Samana Jo-trofee, want dat gaat uit van Samana, die wil eigenlijk een beetje aandacht vestigen op die jonge mantelzorgers. En de Jo-trofee die doet dat met een tool, de switchbox. De switchbox is eigenlijk een koffertje waar verschillende tools in zitten om beperkingen na te bootsen. En zo krijgen we ook een duidelijker beeld van hoe die beperking juist in elkaar zit en wat dat eigenlijk voor die mensen betekent. Dus straks gaan jullie in de klas gaan oefenen om zelf hulp nodig te hebben. Wat ik zelf het moeilijkste vond, was zeg maar het blinde zijn. Want je weet totaal niet waar je bent. Ook al weet je van je bent in een gang, maar je weet niet waar je bent. Het is echt moeilijk om te oriënteren. Een visuele beperking, daar hadden we denk 3 brillen bij. Eentje dat volledig zwart was, waar je echt niks door kon zien. Eentje met zo nog kleine kijkgaatjes door. En een bril dat zo wazig beeld gaf. Dat voelt zo precies dat je alleen bent in de wereld. Ook al zijn er mensen om jou heen, nu voelt je alleen daar. Ik kan me zo niet voorstellen dat ik blind zou zijn, zeg maar. Tot daarnet. In de rolstoel vond ik het, als ik hulp kreeg, vond ik het wel
nog een extra beperking om iemand te hebben die mij voortduwt. Want dan heb je niet de mogelijkheid om zelf te gaan naar waar je wilt gaan. En dus is het wel belangrijk dat je die persoon achter jou ook kunt vertrouwen. Ik ging die rolstoel testen. En dat is toch niet zo makkelijk als het lijkt eigenlijk. Want ik ging dan een beetje te hard naar voren, ging ik terugtrekken en dan was ik gevallen. Dus het kan eigenlijk iedereen overkomen. De VR-box, dat is zo'n oranje boxje waar je je gsm zal inzetten nadat je de applicatie hebt gedownload. En dat noemt de Joe Trophée Switch app. Daar kan je dus 3 bepaalde beperkingen in beeld krijgen. En dan gaat u zeg maar in hun wereld leven en zien wat ze allemaal ervaren. Hey, dag oma. Hey. Oma. Ons zijn niet meegebracht. Oh, wie zijn dat? Ik moet die kennen. Degene die me echt is bijgebleven was die ene met dementie. Want dat was zo van, voor jou zag je jouw kleindochter en jouw zoon, zeg maar. En die stelde je allemaal vragen en al die dingen, maar je bent zo niet echt helemaal bij en al die dingen. En, wat zijn ze al aan het doen vandaag? Ja, wacht ze. Een beetje aan het lezen. En over wat dan precies? Dat is raar om te beleven, zeg maar. Van, dit overkomt echt mensen, zeg maar. Dus die hebben heel hun leven, die hebben memories en die hebben van alles meegemaakt en al die dingen. En opeens is dat gewoon weg. Maar ik heb me nog nooit in de plaats gezet van iemand die beperkt was op die manier, zeg maar. Niet kunnen zien, niet kunnen stappen. Dus ja, het was wel, ik heb wel veel bijgeleerd vandaag, zeker. Ik vond het echt heel interessant om het mee te maken, want dit was echt heel realistisch, vond ik zelf. En ook heel leuk om met uw klas samen te doen, zodat iedereen tegelijk die verschillende tools kan proberen. En ook leuk dat er zoveel tools in zaten, dat je echt van heel veel beperkingen een beeld kreeg. En zo hebben we op het laatste voorbeeld nog tikkertje gespeeld met de rolstoel en de stok met de brillen op. Dus dat was wel leuk. Knap initiatief, want soms moet je gewoon eens voelen hoe het is voordat je er maar iets van kan begrijpen. Trouwens, het is Valentijnsmaand, dus hebben we het over de liefde. En echte liefde, dat is er zijn in goede en kwade dagen. Maar als je partner langdurig of chronisch ziek wordt, dan kan dat de relatie wel serieus onder druk zetten. Mijn volgende gast geeft hier voor Samana infosessies over. En dat is Brigitte Dont. Geef ze maar een applaus. Brigitte, dank je wel om hier te zijn. Ja, het fijn dat ik er mag zijn. Ik heb gelezen dat 10% van alle echtscheidingen te maken hebben met gezondheidsproblemen. Dat de gezondheidsproblemen aan de oorzaak daarvan liggen. Ja. Hoe komt dat? Wat is er dan zo moeilijk? Wel, als je een relatie begint, dan denk je vaak niet aan ziekte. Mm-hmm. En plots, als het leven goed gaat, ja, het overkomt jou. En plots word je geconfronteerd met ziekte. En ja, de toekomstverwachtingen, de dromen, de plannen die je gemaakt hebt, vallen soms in duigen. Ja. En dat is een enorme uitdaging voor een koppel om dan eigenlijk heel stevig bij elkaar te blijven. Ja. De pijn en het lijden van de ander kan soms zo hevig zijn of confronterend zijn dat de partner, dan de partner die niet ziek is, gewoon besluit om ermee te stoppen. Wow. En een andere relatie te beginnen. Zo belastend kan dat zijn. Maar er zijn ook heel veel koppels die door het ziek zijn plots elkaar terugvinden en naar elkaar toe groeien. Dus het is ook positief. Heel veel begint bij een goed verwerkingsproces, zeg je. Ja. Maar sowieso een ziekte is een verlieservaring. Mm-hmm. Er verandert iets en we kunnen er niks aan doen. Dus er verdwijnt iets. Ons gezonde lichaam verdwijnt. De relatie zoals ze is, verdwijnt. Mm-hmm. Ja, dus er wordt een groot verwerkingsproces in elkaar gezet. Eens de diagnose gesteld is, kan er vaak een opluchtingsgevoel zijn. Van nu weten we eindelijk wat het is en nu kunnen we verder. Mm-hmm. Maar heel vaak zie je dat niet gebeuren. En zie je inderdaad dat er verschillende fases doorlopen worden. Dus er is inderdaad de ontkenning. Ja, gebeurt dit echt met mij? Dit kan niet. Dat kan mij niet overkomen. Dan gaan vaak mensen op zoek naar tweede opinies, derde opinies, om toch maar te horen dat het niet zo is. Mm-hmm. Mensen kunnen heel lang in die fase blijven hangen. Een tweede mogelijkheid is dat je in kwaadheid schiet. Dat je heel kwaad bent op jezelf. Waarom heb ik niet beter voor mezelf gezorgd? Of
Waarom overkomt het mij eigenlijk? Hoe kwaad je het op de partner? Waarom aanvaard je het niet wat het is? Waarom sta je niet aan mijn zijde? Er kan van alles gebeuren in die kwaadheidsperiode. Er kan ook een periode zijn waar je alles gaat gaan opzoeken, maar alle informatie gaat gaan zoeken. Controle hebben over de situatie. Controle hebben over de situatie, maar dokter Google is daar niet zo fijn in. Mm. Dus die toont je alles wat maar kan gebeuren tot het ergste toe. Dus het kan zijn dat je weer in ontkenning gaat, kan zijn dat je weer in de kwaadheid gaat. Dus die fases lopen door elkaar. Ja. En jij als langdurig zieke, maar je partner moet ook door zo'n verwerkingsproces. Die maakt hetzelfde proces mee. En het probleem is niet op hetzelfde moment. De andere fases zijn een depressie. En het laatste is natuurlijk, ik kan het een plaats geven. Ja. En ik kan het plaats geven in mijn leven met mezelf en met mijn partner. Mm-hmm. Maar als de partner niet op dezelfde manier in hetzelfde tempo in die verwerking zit, ja, dan kunnen problemen ontstaan. Zo kan een partner bijvoorbeeld zeggen, oké, dit zijn de feiten, dit is de ziekte, dit zijn de beperkingen en de mogelijkheden. We geven het een plaats en we gaan verder met ons leven. Ja. Terwijl de persoon met de ziekte nog pas aan het verwerken is wat het allemaal betekent. Dus dan is die communicatie wel heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik zie het daar nog maar. Ja. Je moet dat al doorhebben van jezelf. Dat is een vorm van psycho-educatie eigenlijk. Hè? Zeker en vast. Ja. Het is heel belangrijk om zelf door te hebben in welke fase jij je bevindt, in welke fase de ander zich bevindt. Ja. En dat inderdaad in communicatie te brengen. Nu, de partner van de persoon die zorg nodig heeft, daar zie jij drie types in. Hè? Ja, inderdaad. Heel kort geschetst, je hebt het zorgende type. Dat is degene die alleen voornamelijk kijkt naar de ziekte, het ziek zijn, de zorg. Die maakt eigenlijk die persoon die zorg nodig heeft een beetje afhankelijk van zichzelf en van hem of haar. Het kan ook een man zijn of een vrouw. Die kijkt naar de ziekte, die kijkt naar wat allemaal moet overgenomen worden. Die zal in de plaats van die persoon beginnen nadenken. Mm-hmm. En die vergeet volledig zichzelf. Geen grenzen. Helemaal aanwezig zijn voor de zorgvrager. Daar ben je geen fan van, hè? Daar ben ik zeker geen fan van. Nee. De andere is de no-nonsense. De no-nonsense die zegt, we gaan niet klagen, we gaan niet zagen, we gaan ervoor. Wij gaan toch proberen de draad van het leven weer op te nemen zoals het was. Dus niet klagen, niet zagen, doorgaan. Die heeft ook geen emotionele steun. Die heeft geen oor naar de mogelijke pijnklachten die er zijn. Dus die is eigenlijk afwezig. Dat is een afwezig type. Ja. Maar de belangrijke is de supporter. Ja, dat is niet degene die aan de zijlijn staat om te zeggen van oh, go, go, maar die gaat steunen. Die gaat naast jou staan. Die gaat luisteren naar wat mogelijk is. Die gaat kijken hoe die kan helpen. Maar die gaat niet alles overnemen. Die heeft een meer gelijkwaardige, evenwaardige houding ten opzichte van de zorgvrager. Mm-hmm. Die heeft ook grenzen. Die gaat ook dingen doen om voor zichzelf te zorgen. Want ook zelfzorg is heel belangrijk in de zorg voor de ander. Dus die weet eigenlijk wel wat kan en niet kan. En die doet dat in samenspraak met de zorgvrager. Nu, de persoon die een langdurige ziekte heeft of zorg nodig heeft, kan ook van alles doen, hè, om die relatie goed te houden. Waar moet die op letten? Wat heel belangrijk is, zeker in het begin, hè, ben je eerder meer bezig met je proces, hè, je verwerking, met de ziekte, het een plaats geven. Maar op een bepaald moment is het goed om eens verder te kijken naar de partner. En het is niet de partner alleen die van alles moet doen. Het is ook de zorgvrager die dingen kan geven of kan bijdragen tot een betere relatie. Mm-hmm. Een relatie is geven en ontvangen, zeg ik altijd. Mm-hmm. Hè? Maar als er ziekte komt, dan is er een moment waarop de zorgvrager wat minder kan geven en wat meer moet ontvangen. En waar moet je dan op letten? Wat kan je bijvoorbeeld concreet wel doen? Wel eens kijken waar jij kan toe bijdragen in de relatie, waar jij iets kan geven. Misschien is het een ander geven dan vroeger. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld een moeder die haar kindjes niet meer in bad kan stoppen omdat het te pijnlijk is of te fysiek niet haalbaar meer is. Voelt zich heel gefrustreerd omdat ze er niet kan zijn. Voelt zich daarom misschien een mindere moeder. Mm-hmm. Maar wat kan je anders geven? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je dan 's avonds in bed even met de kindjes bent en gaat praten over hoe de dag geweest is, samen een verhaaltje lezen. Mag ik het seksuele leven ook eens even aanraken? Want dat is ook niet evident. Hè? Als iemand zorgbehoevend wordt en er is een disbalans in die relatie wat dat betreft, waar moet je alert op zijn? Want dat is een zware belasting op... Kan een zware belasting zijn op je seksuele leven? De ziekte op zich kan ervoor zorgen dat er seksualiteitsbeleving vermindert of verandert.
Ook medicatietherapie kan ervoor zorgen dat er een andere seksuele beleving kan zijn. Pijn en ongemak kan er ook voor zorgen dat bepaalde dingen niet zo fijn meer zijn. Mm-hmm. Dus ik kom weer terug als het mogelijk is om te communiceren. Soms kan het niet. Hè. Ik denk dan aan mensen met dementie of mensen die hersenfalen gehad hebben of zo. Die kunnen niet meer in communicatie. Maar mocht je nog kunnen communiceren, is het heel belangrijk om duidelijk aan te geven wat kan niet meer en wat zijn onze verlangens daarin en hoe kunnen we op zoek. En waar voelen we ons goed bij en wat kunnen we nog doen op het gebied van seksualiteitsbeleving? Ja, een momentje creëren. Een moment creëren is nodig. Als je ziek bent, moet je echt. Het is niet meer spur of the moment. Ik heb er nu zin in. Het is echt tijd maken. Ja. Alleszins, het was heel erg nuttig wat je verteld hebt. En ik wil je daarvoor bedanken. Geef ze nog een warm applaus. Brigitte Dont. En we blijven bij de liefde voor een mooi liefdesverhaal. En de cupido van dienst is onze troubadour d'amour, Axel Telemann. Vandaag ben ik inderdaad troubadour d'amour. Want ik ben hier in Hasselt en ik ben op weg naar Sarah en Tom. En de liefde heeft hen wel op een heel speciale manier bijeengebracht. Dat is nu al 3 jaar dat ik filmpjes maak voor Samana. En dat is de eerste keer dat ik een love story mag. Een filmpje mag maken over een love story. Want dat is het eigenlijk wel, hè? Ja, toch dat wel. Dat wordt gezegd. Nee, dat hebben jullie gezegd. We beginnen vanaf 2018. Ja. Wat is er toen gebeurd? Toen ging ik voor de 3e keer naar Compostela met Samana. Een tocht voor mensen met een beperking of ziekte of genezend van ziekte. Ja. Iedereen die een drempel heeft om zelf te kunnen gaan, die mag mee met de groep van Samana naar Compostela. En voor u was het de 3e keer? Voor mij was dat toen de 3e keer. En voor u was het? Voor mij was het helemaal nieuw. Dus je gaat me getweend, ga schrijf de wijn in en ga schrijf de wijn. Maar dan kinderen elkaar nog. Nee. Wanneer hebben we elkaar voor de eerste keer ontmoet? In Scherpenheuvel. Op de ontmoetingsdag voor de reis, voor begeleiding en vakantiegangers. En was dan direct zo van... Nee, want hij heeft de hele tijd over zijn auto gebouwd. Ik had het in mijn auto gekocht. Ja. Dus, wanneer is dan wel de vonk dan wel overgesprongen? Ja, in Spanje. Zo. Ja. We hadden al goed contact van in het begin. We hadden wel een connectie met elkaar. Hè. Ja. Al denk het was dezelfde leeftijd, want er is veel variatie daar. Hetzelfde tempo. Ja. Er waren bepaalde stukken bij die voor rolstoel zeer moeilijk toegankelijk waren. Maar jij wist daar de weg. Jij hebt dan ik wist de omweg. De omleiding gevolgd. Nee. Met mij mee. Ja. En die tocht, of de tochtdag, heeft toen wel zeer lang geduurd. Ja. Ze zijn ons moeten komen zoeken. En je kunt daar eigenlijk niet verloren lopen. Serieus? Ja. En dan heb je Compostela bereikt, dan heb je elkaar beter leren kennen. En wat is dan het vervolg van het verhaal? Want we zitten hier ondertussen dan bij jullie thuis. Dan moet je terug naar huis. Dan moet je terug naar huis. Ja. En dan is het niet zomaar een paar deuren verder op hotel. Maar dan zit er meer dan 200 kilometer. Nee, wat? Jij bent een echte Limburgse. Jij bent van Hasselt zelf, geloof ik. Maar jij bent een volbloed West-Vlaming. Ik ben een volbloed West-Vlaming, ja. Dat is 200 kilometer. Hoe doe je dat? De eerste periode hebben we zeer veel gependeld. We wisselden ieder weekend af. Ja, zo goed als eigenlijk elk weekend. Ja. En dan weet je de zondagavond, ik moet terug. Er moet nog gewerkt worden in West-Vlaanderen. En dat werd al vaak maandagmorgen, maandagmiddag. Ik ben een paar keer te laat geweest doorheen de file. En ik was het ook moe. Maar dan komt er inderdaad een moment dat je moet kiezen. Dan ben ik halfweg het jaar zoiets naar mijn werkgever gestapt van, is er een mogelijkheid om... Voor een transfer te doen. En dan heb ik eigenlijk een transfer gedaan. En dan komt het moment dat je trouwt. Ja, dat was een heel bijzondere dag. Ah. Dat was 14 maart 2020. Dat is een dag nadat ze hebben gezegd dat er een lockdown in kwam. En toch zit het een dag daarna getrouwd. Ja, bij mijn ouders in de tuin in een partytent toch een feestje gemaakt. En dan, de moment dat je zegt, letterlijk de dag dat je trouwt, is een dag dat er een lockdown is en dat je 24 op 24 op Bocchiana Sleep zit. En die is toch... Prachtige witte broodsweken toch? Amai, dat is wel zo. Langs de andere kant, kunnen dat ook spannende witte broodsweken zijn. We zijn er toch mooi in geslaagd, hè?
Elke keer zing ik voor de mensen waar ik op bezoek mag komen een liedje. En dit keer is dat voor haar. Van? Frans Halsema. Waarom voor haar? Wat is er zo mooi aan uw vrouw? Vertel het onderwerp. Zie ze zitten, die glimlach, daar smelt je toch voor? Ja, dan hadden we eigenlijk Evgeny moeten kiezen. Als ze lacht. Als ze lacht. Zij verstaat de kunst van bij te horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. En in mijn ogen woont ze in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht wordt, heeft ze liedjes aan gedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen. Al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. En als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Maak ik een zakdoek? Wat? Ik heb geen zakdoek. Dus eigenlijk, moraal van het verhaal is, ga allemaal op Samana-vakantie. Als je lief zoekt, natuurlijk. Hè. Enfin, dat was iets waar we mee eindigden, maar blijf nog even hangen, want de sympathieke comedian Eran Demirci heeft nog iets kort te vertellen. En heb jij ondertussen een idee voor ons programma? Een thema waar we dringend meer aandacht aan moeten besteden? Of een boeiende praatgast of iemand die een bezoekje verdient van Axel Peleman? Laat het ons zeker weten. Op zondag 3 maart zijn we er weer om 2 uur 's middags. Tot dan. En hier is Eran. Februari is natuurlijk de maand van de liefde, want dan is het Valentijnsdag. Ik heb mijn lief jaren geleden leren kennen op 2 februari. En tot op de dag van vandaag weet ik niet of ik dat nu echt moet vieren of niet. Maar aangezien dat ze nu waarschijnlijk meekijkt, schat, I love you. Wij vieren Valentijn al jaren niet onder ons twee, maar met een hele groep vrienden. Dan huren we een café af en dan feesten we en zingen we en dansen we tot een kot in de nacht. En ik moet u eerlijk toegeven, het is echt ieder jaar het mooiste feest van het jaar. Dat onze kinderen niet toegelaten zijn, dat gaat er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Voor diegenen die geen lief hebben, gelukzakken. Houden zo. Maar zij die echt een lief zoeken, geen probleem. Ik fix dat voor u. Gewoon bellen. Laat elkaar af en toe weten dat je elkaar graag ziet. Happy Valentine.